Vlaams Parlements-TV blikt samen met 10 parlementsleden terug op de afgelopen 12 maanden. 2020 was het jaar waarin corona, Black Lives Matter en de Amerikaanse presidentsverkiezingen de actualiteit beheersten. We praten uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Hannelore Goeman. Bij ons in de studio Hannelore Goeman, fractieleider van de SPA hier in het Vlaams parlement. Welkom bij het jaar van. Dank u wel, heel blij dat ik hier mag zijn. We gaan het hebben over uw jaar als fractieleider en een groot deel van dat jaar. Ja, dat waren coronamaanden, coronatijden. De werking was hier dan ook heel anders. Op een bepaald moment werden debatten alleen nog maar gevoerd tussen de fractieleiders. Klopt, inderdaad. En wat ik mij daar het meest van herinner is natuurlijk het drama in de woonzorgcentra. De verhalen dat we daar gehoord hebben over oude mensen die letterlijk gestorven zijn zonder dat ze hun familie nog hebben kunnen zien. Dat gaat mij voor de rest van mijn leven bijblijven. Dat was echt verschrikkelijk. Ik denk dat niemand had kunnen voorspellen dat dit jaar een pandemie zou brengen die ons leven totaal op zijn kop zetten. Maar we waren uiteindelijk compleet niet voorbereid op wat er gebeurd is. Hè. Ik herinner mij nog dat mijn collega Van den Bossen midden januari al een vraag stelde aan Wouter Beke, omdat ze gehoord had dat er in China op dat moment een nieuw besmettelijk virus was uitgebroken. Gewoon om te polsen van... Zijn er eigenlijk plannen voor onze woonzorgcentra rond de uitbraak van besmettelijke virussen? En toen was de boodschap, geen probleem, er zijn procedures, er is materiaal, alles is onder controle. Daarna is heel snel gebleken dat dat toch echt niet klopte. We waren niet voorbereid, de situatie is snel uit de hand gelopen. En dus ja, uit die parlementaire debatten toen, wat ik mij heel erg herinner, is toch dat... Dat ook het beleid echt fouten heeft gemaakt. Als ik nu terugblik, dan blijf ik vinden dat we eigenlijk, of dat de Vlaamse regering en dus Wouter Beke sneller had moeten reageren toen de cijfers in de woonzorgcentra echt compleet de verkeerde kant op gingen. Want laat ons zeggen, de alarmbellen zijn te laat afgegaan, maar bij quasi iedereen. Voor velen was het lang ergens een exotische ziekte. Op alle beleidsniveaus. Maar als u kijkt hier naar Vlaanderen, waar zijn de grootste fouten gemaakt? Op het vlak van welzijn dan, dat is minister Wouter Beke? Ja, dat denk ik echt wel. Ik blijf echt niet begrijpen hoe dat eigenlijk vanaf midden maart het aantal sterfgevallen in de woonzorgcentra snel toenam en hij dan eigenlijk gewoon getreuzeld heeft. Toen kenden we het virus, hè? Toen ging de lockdown, kenden we het virus. Toen wisten we, dit is gevaarlijk. Toen waren de woonzorgcentra ook al gesloten. En dan krijg je als minister de cijfers te zien van het aantal overlijdens. En dan snap ik niet dat je niet sneller chargeert, dat hij uiteindelijk nog tijd verloren heeft tot ergens de eerste week van april, om dan die werkgroep, eigen crisiscel rond de woonzorgcentra op te richten. Toen was het eigenlijk al te laat. Hè. Toen zat het virus binnen in de woonzorgcentra. En hij is daarna ook de hele tijd achter de feiten blijven aanlopen. Het personeel uit de ziekenhuizen dat moest voor ondersteuning zorgen, te laat. Ondersteuning voor het personeel in de woonzorgcentra zelf, te laat. Het materiaal vaak te laat. En het gevolg was dat, dat onze woonzorgcentra echt door een nooit gezien drama zijn gegaan. Waarbij dat zelfs Amnesty International ondertussen komt zeggen dat er mensenrechten geschonden zijn in Vlaanderen anno 2020. Ik vind dat we daar echt niet licht mogen overgaan. Ja, niet licht overgaan, want de consequentie van wat u zegt is dat er een heel pak mensen overleden zijn, beter natuurlijk, die er nu nog hadden kunnen zijn. Kijk, ik denk echt dat er fouten gemaakt zijn. Nu, iedereen maakt fouten. Ik denk de eerste zaak is om dat te erkennen. En dat heeft mij wel heel erg gestoord. Dat minister Beke eigenlijk ook altijd is blijven beweren dat hij er eigenlijk weinig aan kon doen. Voor mij waren excuses eigenlijk op zijn plaats geweest. En ten tweede, het stoort mij heel erg dat hij dezelfde fouten blijft maken. Want dat kan voor mij niet. En al zeker niet in de politiek. We zijn 9 maanden verder. Heeft hij zijn achterstand ingehaald? Ja, nee, voor mij blijft hij dus dezelfde fout maken en is er opnieuw te laat gereageerd op de tweede golf in de woonzorgcentra. Want daar stond het zorgpersoneel er opnieuw
alleen voor. Ik heb opnieuw alarmsignalen gekregen van directeurs van woonzorgcentra die zeiden, we krijgen het hier gewoon niet gebolwerkt. En dan denk ik, waarom is er nog altijd geen opleiding geweest voor de vrijwilligers die zich hadden aangemeld? Waarom lopen de afspraken nog altijd stroef? Uiteindelijk is er ondertussen een hele zomer voorbij gegaan. Wat heeft minister Beke tijdens die zomer gedaan? We hebben hier in het parlement keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat we in de coronacommissie 92 aanbevelingen klaar hadden hoe dat we een tweede golf beter konden aanpakken. Ik kan alleen maar vaststellen dat hij niet van die zomermaanden gebruik heeft gemaakt om een aantal dingen deftig voor te bereiden. En dat vind ik wel echt een groot probleem. Even weg van corona, maar over uw partij dan. 2020 was ook het, ja, het jaar van het eerste volle jaar van uw nieuwe voorzitter, Conor Rousseau. Ook de vernieuwing die werd aangekondigd. Met al die verrassing van een nieuwe naam, vooruit. Nu goed, de vlag is er al, maar dekt die ook de lading? Komt er ook echt een vernieuwing van uw partij die opnieuw meer kiezers moet aanspreken? Want dat is de bedoeling. Ja, 2020 was een memorabel jaar, wat mij betreft vooral in de negatieve zin. Ik denk dat iedereen wil dat die coronacrisis echt zo snel mogelijk voorbij is. Maar voor onze partij vond ik het op zich een positief jaar. Ik vind dat wij, onze voorzitter, een heel goed parcours hebben gereden, dat wij ons bijzonder constructief hebben opgesteld in de politiek. En dat we geprobeerd hebben, en zeker Conor, op alle mogelijke manieren om mee te zoeken ook naar een oplossing voor de regeringsonderhandelingen federaal. Daar ben ik hem heel erkentelijk voor, daar heb ik ook heel veel respect voor. Maar ondertussen hebben we inderdaad ook intern niet stilgezeten. We hebben al een vernieuwingsoperatie gedaan. Ik zit hier, ik ben nogal out of nowhere. Omdat Conor voorzitter werd, plots fractieleidster geworden. En we hebben nog wel een aantal nieuwe gezichten, vind ik, in het Vlaams parlement, die zich zeker laten gelden, zoals Hannes en Maxime. Volgende stap is nu geweest dit jaar om ook binnen onze partij echt een heel aantal hervormingen door te voeren. We hebben onze provinciale werking herzien, we hebben onze studiedienst versterkt, we hebben onze communicatiedienst versterkt. Dus we zijn echt weer een machine. En nu de stap daarna is de vlag vooruit ook echt body geven. Want het idee van vooruit is dat wij echt onze deuren willen opengooien. Dat wij willen vervellen tot een partij of een beweging eigenlijk van progressieve mensen die geloven in solidariteit, die geloven in gelijkheid. Maar dat breder moet zijn dan SPA. Maar die brede deuren doet me zelfs denken aan Johan van der Lanotte, die ook de deuren opengooide voor iedereen. Er zijn nog wel partijen die vanuit het klassieke carcan willen uitbreken. Uiteindelijk blijken het toch politieke partijen te blijven. Ja, verbreden, progressief, wat houdt dat juist in? Er moeten dan misschien ook andere ideeën komen. Wordt daaraan gewerkt? Wanneer gaan we die kennen? Ja. Corona heeft natuurlijk roet in het eten gestrooid. Want natuurlijk, idealiter hadden we vooruit gelanceerd met wat we eigenlijk willen doen. Met name een groot participatietraject, waarbij dat we proberen om niet, zoals we dat altijd gedaan hebben, in de besloten kring van SPA-leden na te denken over hoe dat wij de toekomst vorm willen geven, maar daar echt een heel breed traject van te maken, waarbij dat we mensen die zich misschien in eerste instantie niet direct met SPA associëren, overtuigen om met ons mee te komen denken. Over wat er beter kan. Want we hebben heel veel mensen met slimme ideeën in de partij, maar er zijn er zoveel anderen daarbuiten die super begaan zijn met heel veel van de problemen in onze samenleving. De ongelijkheid, het klimaat. Maar die niet de stap willen zetten naar partijpolitiek, wat ik begrijp, maar het zou zonde zijn om al die mensen niet de kans te geven om mee te denken. En dat is echt de bedoeling. Oké, dat is iets om naar uit te kijken in 2021. We zijn nu midden de koude, donkere winterdagen, maar ik keer met u even terug naar de lente van dit jaar. BLM stond al lang in de Verenigde Staten en had dan wereldwijd navolging in mei na de dood van George Floyd. Ik kom meteen bij die boodschap van BLM zelf, maar eerst, u had deelgenomen aan die manifestatie, ik moet u er nog eens aan herinneren, daar was een kritiek op, het was in volle corona- en lockdown-tijden. U is dan 2 weken thuis gebleven. Had u spijt dan van uw aanwezigheid daar achteraf gezien? Laat me misschien eerst iets zeggen over het onderwerp zelf. Ik kom er daarna graag op terug. Mijn persoonlijke rol. Nee, maar ik vind het gewoon echt heel belangrijk om,
om nog eens te onderstrepen hoe dat ik echt vind dat structureel racisme in onze maatschappij een heel groot probleem is. Allee, als ik een vriendin hoor die voor de derde keer geweigerd wordt als ze een appartement probeert te huren, om dan een week later vast te stellen dat het eigenlijk toch gewoon terug op de markt staat. Of alleen een vriend van mij die bij het verlaten van de bus letterlijk naar zijn hoofd geslingerd krijgt, gaat terug naar uw land, allee, terwijl dat hij hier geboren is. Dat kan niet. Ik wil echt niet leven in een samenleving waarbij dat uw achternaam, waarbij uw afkomst bepaalt hoe dat uw toekomst eruit ziet. Er waren de resultaten van de Antwerpse praktijktesten. Er was lang naar uitgekeken. Daaruit blijkt dat 18% van de makelaars nog altijd discrimineert indien je achternaam buitenlands klinkt. Discriminatie, dat staat zwart op wit dan. Hè? Ja, discriminatie is gewoon een realiteit. We moeten daar niet flauw over doen. En de cijfers bewijzen het keer op keer en zijn pijnlijk. Allee, groot ook. Hè. Ik sta er bijna niet meer van te kijken, maar ik vind het wel elke keer even chockerend. Dus, en als ik dan zie, dat zeker ook deze Vlaamse regering, wat mij betreft het probleem niet serieus genoeg neemt, blijft steken in wat ik nogal symbooldebatten vind over inderdaad of dat het nu praktijktesten moeten zijn of een academisch monitoringssysteem. Allee, sorry, de strijd tegen racisme verdient echt beter. En dus vind ik dat politici hun stem moeten laten horen in dat debat en luid en duidelijk moeten laten weten dat wij discriminatie echt onaanvaardbaar vinden. En dus dat was natuurlijk de reden waarom ik mij in eerste instantie heel erg aangesproken voelde door die wereldwijde beweging. Allee, van mensen die te midden van een pandemie beslisten van het is genoeg geweest. Allee, de dood van George Floyd heeft echt ongelooflijk veel losgemaakt van natuurlijk frustratie en boosheid en een onrechtvaardigheidsgevoel, denk ik, dat al heel lang leefde. En dan krijg je een soort van historische opstoot waarbij dat je de kans krijgt om het punt ook echt nog eens te maken. Ja, en dus was mijn motivatie natuurlijk toen ik wist dat er een bijeenkomst was in Brussel om daarbij te zijn. Omdat ik vind dat de politiek daar ook een statement moest maken. Dat is de motivatie en dan het nobele doel. Ja. Maar je moet misschien ook het juiste moment kiezen. Ik heb gecheckt de vragen die hierover gesteld werden nadien in het parlement. Er waren 16 vragen die gingen dan over kan zoiets doorgaan in coronatijden. Mm-hmm. Maar geen enkele vraag ging over discriminatie. Zegt dat iets over dit parlement? Of zegt dat die manifestatie op het foute moment is georganiseerd? Ik denk dat dat iets zegt over waar de focus ligt in dit parlement. Ja. Dat het niet over de essentie van de zaak ging. Maar ik wil daar wel ook bij gezegd hebben dat als ik er nu op terugblik, dat ik misschien, als ik geweten had dat er zoveel volk was, dat ik misschien niet was gegaan. Hoe belangrijk ik de boodschap ook vind, omdat ik wel vind dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Dus, maar ik heb dat dan ook gedaan. Hè. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen wat mij betreft in de strijd tegen racisme. Maar ik heb dat ook gedaan te midden van een gezondheidscrisis. Door dan te beslissen om inderdaad mezelf 2 weken thuis te zetten in quarantaine. Om thuis te werken. Ik heb daar heel veel bagger over gekregen. Terwijl dat wat mij betreft echt de sensible thing to do was. Tuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik vond op dat moment echt dat ik gewoon niemand in gevaar moest brengen. En dat ook een kwestie was van respect voor de mensen in de zorg. Want we wisten het niet. Iedereen had wel een mondmasker op, maar de 1,5 meter kon niet gerespecteerd worden. Dat was gewoon zo. Daar moeten we niet flauw over doen. Okay. Dus ik ben blij dat ik uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid genomen heb. Wat mij heel erg gestoord heeft, is dat de mensen die mij op dat moment het meest bekritiseerd hebben, kwam vooral toch ook uit extreemrechtse hoek Vlaams Belang, waren ook degenen die onder andere die vragen stelden in het parlement, dat die dan wel een aantal maanden later, op het moment dat de tweede golf in al zijn hevigheid aan het exploderen is, het geen probleem lijken te vinden om wel zelf een massa-event te organiseren. Een autocaravaan met een gigameeting op Den Heizel, waarbij dat parlementsleden met vlaggen staan te zwaaien. Dat vind ik dan hypocriet. Op dat moment heb ik zoiets van, jullie vinden duidelijk de Vlaamse vlag belangrijker dan de gezondheid van Vlamingen. En daar heb ik wel een probleem mee. Maar mensen komen graag samen. We gaan nu even naar de Verenigde Staten van Amerika, want daar waren ook alle ogen op gericht, sowieso al de voorbije jaren met Trump, maar nu in het bijzonder in november.
opluchting bij velen, in bijzonder in Europa, dat uiteindelijk Joe Biden de president elect is. Maar niet vergeten, bijna 1 op de 2 van de Amerikanen heeft op Donald Trump gestemd. Begrijpen we die Amerikanen voldoende? Ik denk dat we in ieder geval meer ons best moeten doen om die mensen te begrijpen. Want het zijn mensen die duidelijk kwaad zijn. En dus we moeten begrijpen waarom dat ze kwaad zijn. Maar ik onthoud toch vooral een boodschap van hoop uit die... Uit de verkiezingen. Oké, het was nip, maar Biden heeft uiteindelijk echt wel gewonnen. Dus een overwinning van hoop op angst, een overwinning van mensen die kiezen voor verbondenheid in plaats van verdeeldheid. Trump is er inderdaad in geslaagd om tijdens zijn hele presidentschap de ene na de andere groep te schofferen aan de lopende band, van vrouwen tot mensen met een migratieachtergrond. Terwijl Biden voor mij, en hij staat voor een grote opdracht, want inderdaad, het is natuurlijk een 50-50 verhaal, om terug verbondenheid te brengen, hè, om van de Verenigde Staten echt Verenigde Staten te maken. Maar ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik natuurlijk blij ben dat hij het geworden is. Ik denk, in alle eerlijkheid, misschien niet de meest charismatische figuur, maar wel iemand die opnieuw gaat rijden voor alle Amerikanen. En niet charismatisch, maar er is Kamala Harris. Voilà, inderdaad. U neemt mij de woorden uit de mond. Ja, daar word ik natuurlijk ook heel erg warm van. Hè. Ik denk inderdaad, een rolmodel hoop ik dat ze gaat worden ook. Eigenlijk is het ongelooflijk dat we tot 2020 hebben moeten wachten voor we de eerste vrouwelijke vicepresident kregen in de Verenigde Staten. We zijn dan zelfs nog niet aan het presidentschap. Ik ga pas rusten op het moment dat als de normaalste zaak van de wereld wordt gezien. Hè. Dus ik hoop echt dat iemand als Kamala Harris het verschil mee gaat maken en ook een voorbeeld kan zijn voor zoveel vrouwen, meisjes in Amerika die iets van hun leven proberen te maken. Ze heeft dat zelf ook gezegd, ja. Hè? Dream your dream. Dat steun ik ten volle. En ik zeg het, dat geeft mij hoop, ook politiek, voor volgend jaar. Omdat je ook ziet dat iemand als Biden in het verlengde van dat verbondenheidsdenken ook de samenwerking internationaal anders bekijkt. Hè. En met Europa minder aansturend op conflict of handelsconflicten ook? Absoluut. Voor niemand goed bleken. Om nog te zwijgen over het feit dat hij bijvoorbeeld al aangekondigd heeft dat hij opnieuw lid wil worden van de Wereldhandelsorganisatie. En het klimaatakkoord van Parijs vind ik zelf ook zeer belangrijk. Amerika is de grootste CO2-producent ter wereld. Dus dat die opnieuw zich inschrijven in dat klimaatakkoord, dat is even belangrijk als 100.000, met alle respect voor de collega's in Antwerpen, klimaatplannen al daar. Ja. Dus nee, dat is echt een bijzonder goede zaak. We keren terug naar dit fragment. We gaan naar twee fragmenten kijken. Het eerste mocht u zelf uitkiezen, het andere hebben wij voor u uitgekozen. Maar eerst, u verwees ons naar een actueel debat over het agentschap inburgering en integratie. Zullen we even kijken naar een opmerkelijke tussenkomst. Ik ben historica van opleiding, dus ik kan er niet aan doen dat ik naar het verleden kijk. En ik kan alleen maar vaststellen, en dat is wat ons hier vandaag heel erg irriteert. U hebt de verantwoordelijkheid om die problemen vandaag op te lossen en ze hadden absoluut niet zo groot moeten zijn. Dat is het punt dat wij hier vandaag willen maken. Collega Janssens. Ik weet niet of ik mevrouw Goeman goed begrepen had, of ze zei historica of hysterica. Is mij even ontgaan. Zeer, zeer laag. Echt maar laag. Ik heb nog een vraagje. Zo typisch rechts misogynie-opmerkingen. Collega's, collega Janssens heeft het woord. Iedereen voelt zich aangesproken of... Collega's, we kunnen het er eens of oneens mee zijn, maar het is natuurlijk wel het recht van meneer Janssens om hier in het parlement de woorden te gebruiken die hij gebruikt heeft. Links staat op zijn achterste poten als mijn collega Janssens een grapje maakt. Ik ben ook historica, maar jullie zien het echte probleem niet. Het is echt niet extreem rechts vrouwenvriendelijk is. Het is niet extreem rechts dat onze vrouwenrechten ondergraaft. Wij gaan naar een tijd waarin mijn dochters minder rechten zullen hebben dan ik gehad heb, omdat we jarenlang de immigratiekraan hebben laten openstaan en geweigerd hebben om die mensen fatsoenlijk in te burgeren. Collega Goeman.
Ja, ik vind het wel heel straf dat u hier nu uitspraken komt doen over respect voor vrouwen na de uitspraken van uw fractieleider van zo even. Ja, dus uw fractieleider, nee, niet de uwe, god beter, de Vlaams Belang fractieleider, Chris Janssens, maakt van het woordje historica hysterica. U noemt dat misogynie. Bij hem komt dan een vrouwelijke collega to the rescue. Maar goed, ik ga even naar uw uitspraak. U zegt daar, misogynie op een onbewaakt moment, dat is typisch rechts. Wat is daar typisch rechts aan? Ja, ik heb altijd wel het gevoel gehad dat dat extreem rechts toch nog altijd een bijzonder conservatieve kijk op het leven heeft. Hè. En dat eigenlijk zij nog altijd vinden dat mannen eigenlijk het hoge woord moeten voeren en vrouwen maar beter mooi zijn en hun mond houden. En het blijkt ook gewoon uit het feit dat bijvoorbeeld na de verkiezingen dat zij heel veel van hun opvolgers, die vrouwen waren, dat heel veel van de vrouwelijke verkozenen vervangen zijn door mannen. Want politiek, dat is een mannenzaak. Ja. Dus ja, ik vind dat toch, ja, dat rechts heel conservatief is in zijn kijk op welke rol vrouwen te spelen hebben in de maatschappij. Zeker extreem rechts. Bedankt voor deze toelichting, als expert ook een stuk in deze. Even naar wat daar naast u op het tafeltje staat. Dat is een bescheiden geschenkje. U mag dat openen. De redactie heeft dat, het is gepersonaliseerd, de gulle hand van deze redactie. Bescheiden cadeautje, maar we hebben gekeken naar wat u... Heel benieuwd. Ja. Oh, ja, mooi. Allee, mooie reminder ook gewoon. Die ga ik op mijn bureau zetten. Justice for Samba. Ja. Pijnlijk verhaal. Het gaat over de 20-jarige student Sanda Dia uit Edegem die gestorven is, gedood is tijdens een studententoop van de inmiddels ontbonden studentenclub Reuzegom. We kijken naar een fragment van u over deze zaak in de commissie Onderwijs begin oktober. Ja, ook ik denk dat er niks mis is met dopen. Ik denk dat dat voor sommige jongeren een bijzonder mooi overgangsritueel kan zijn. Op voorwaarde natuurlijk dat het altijd gebeurt met respect voor de waardigheid van alle deelnemers. En daar loopt het, vrees ik, toch nog wel eens mis. Nu, het geval van Sanda Dia was een extreem geval. Ik bedoel, die jongen is gewoon overleden. En inderdaad, er loopt nu een gerechtelijk onderzoek. Ik heb het toch persoonlijk altijd ook bizar gevonden dat de sanctie op dat moment van de KU Leuven zich beperkte tot een werkstraf en het schrijven van een paper. En inderdaad, de feiten zijn nu pas in de krant gekomen, maar ook op dat moment wisten ze natuurlijk al wel dat de jongen was overleden. Dus ik vind nog altijd dat dat toen een zeer milde reactie was, nadat er iemand gestorven is. Ja, die zaak Sanda Dia. Even concreet over de vraag of hetgene waar u nu naar verwijst, het ingrijpen van de KU Leuven, die hebben een taakstraf en een paper opgelegd aan de betrokkenen van die studentenclub Reuzegom. Maar voor het overige zegt rector Luc Sals bijvoorbeeld, ja, wij hebben geen politionele bevoegdheid. Die club is ook niet erkend. As such hebben zij daar niets mee te maken. Ja, nee, maar zoals ik daarnet ook in het fragment zei, er is wel iemand overleden. En ik vind dat daar te licht is overgegaan vanuit de universiteit door gewoon te zeggen van oké, een paper schrijven en een taakstraf. De dood van iemand is toch echt het vreselijkste dat er kan gebeuren. En dus wat mij betreft had de universiteit toen wel verder kunnen gaan door toch tenminste een schorsing te overwegen van de studenten die daar toen bij betrokken waren. Er is natuurlijk ook het gerechtelijke onderzoek. Ja. Dat moet parallel daaraan gevoerd worden. Maar ik en veel van de betrokken studenten met mij hebben toch het gevoel dat dat toen wat te snel verticaal is geclasseerd, terwijl een mensenleven wat mij betreft meer waard is. Ja, want de universiteit kan inderdaad opwerpen. Er is een gerechtelijk onderzoek. We willen dat overigens ook niet verhinderen. Je weet maar nooit door zelf tussen te komen. Maar Reuzegom bestond natuurlijk al langer en met een bepaalde reputatie die niet min was. Dat blijft natuurlijk wel een probleem. In die zin dat inderdaad, dus ik vind dat de KU Leuven doortastender had moeten optreden tegen de studenten omdat er iemand overleden was. Maar tegelijkertijd, de club zelf, ja inderdaad, er is uiteindelijk nu, want dat is nu nog een probleem, er is een doopcharter nu ingesteld. Ja. Maar niet alle clubs hoeven dat... 30 van de Leuven tekenen al niet.
hoeven niet te tekenen. En hoeven dat niet te doen. En dus daar, inderdaad, zitten we met handen gebonden. Hè. En daar is ook niet direct een oplossing voor, omdat je nu eenmaal vrijheid van vereniging hebt. Maar ik denk dat, zeker in dit soort extreme gevallen, dat de KU Leuven gewoon een veel duidelijker signaal had moeten stellen door de betrokken leden te schorsen van de universiteit. En dat dat ook duidelijker had gemaakt dat ze dat soort clubs, die inderdaad denken dat ze zich van de regels allemaal niks moeten aantrekken, dat ze dat soort clubs niet tolereert. Dit incident, dramatisch incident, stelt natuurlijk, ja, en ook natuurlijk hoe heel die club Reuzegom daar jarenlang mee omging, maar dat zet heel het principe van, of de traditie van studentendopen, natuurlijk in een slecht daglicht. Daar ook een moeilijke oefening. U hebt zelf, ik zei het net, lang lesgegeven tot vorig jaar aan de universiteit. Het is een moeilijk evenwicht zoeken natuurlijk. Hè. Moet het dan helemaal verdwijnen? Goed, wat moet je ermee? Ja, ik heb het ook gezegd in het fragment, hè, maar ik vind absoluut niks mis met studentendopen. Allee, dat kan heel tof zijn. Het is ook gewoon ieder zijn vrije keuze of hem daaraan wil meedoen of niet. Maar er moeten wel een aantal regels, een aantal principes, een aantal waarden gerespecteerd worden. Hè. En dus daar ligt vooral, denk ik, de grote uitdaging om ervoor te zorgen dat zo'n doop altijd gebeurt met respect voor de waardigheid en dat we daar eigenlijk alle clubs meekrijgen in de afspraken die daar rond gemaakt moeten worden. Maar dat is dus niet zo eenvoudig. Dus dopen zeker, maar idealiter met clubs die wel beseffen, want eigenlijk moet het ook van hen zelf komen, hè, dat er een grens is, hè, en dat de waardigheid van mensen toch altijd gerespecteerd moet worden. Wat daar gebeurd is toch compleet hallucinant. Ja, we hebben al die reconstructies en die details pas dit jaar vernomen, terwijl het is een zaak die dateert van eind 18, begin december 18. Het was in uitgesteld relais dat plots heel Vlaanderen, heel het land verontwaardigd was. Hè. Ja, inderdaad. Allee, ik moet zeggen, uiteraard heb ik de zaak ook gevolgd toen Sanda gestorven is. Ja. Maar hoe gortig het uiteindelijk was, dat hebben we allemaal in de pers kunnen lezen. En dus je hebt ook het gevoel dat dat nodig was om de zaak opnieuw in een stroomversnelling te krijgen. Hè. Want het klopt natuurlijk dat de zaak bij het parket lag, maar het was daar ondertussen toch ook heel lang stil over gebleven. Nu heb je het gevoel dat het parket wel chargeert. Tegelijkertijd merk je nu, en dat stoort mij natuurlijk ook wel mateloos, dat de betrokken jongens allemaal toch niet van slechte komaf hun ouders inschakelen om duurbetaalde advocaten instelling te brengen om nog bijkomende onderzoekdaden te vragen. Dat is natuurlijk hun goed recht, maar ik kan mij toch ook niet van een indruk ontdoen dat wat vertragingsmanoeuvres zijn. En dus ik hoop vooral dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het grote en eigenlijk onuitlegbare leed dat Sanda is aangedaan, dat die hun verantwoordelijkheid niet gaan ontlopen. Ja, dat is een rechtszaak die we het komende jaar gaan volgen. Brengt me bij volgend jaar om af te sluiten. Ja, we zitten nog altijd in een tweede coronagolf. Er is hoop, vaccinhoop. Maar dat zal heel traag gaan. Er komt een economische weerslag. Maar goed, er is ook plaats voor optimisme misschien. Wat wenst u Vlaanderen voor 2021? Ik wens Vlaanderen heel veel sociaal contact. Ik denk echt, je beseft wel pas wat je verliest als je het niet meer hebt. Hè. En dus sociaal contact, mensen zien, mensen kunnen vastpakken, met je vrienden iets gaan eten. Dat geldt voor mij, maar ik denk, dat geldt voor iedereen met wie ik deze dagen spreek. Dat is wat mensen het meest missen. Ik denk dat corona ons heel erg heeft doen beseffen wat voor een intrinsiek sociale wezens wij zijn. En dus ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat wij volgend jaar zo snel mogelijk ons gewone sociale leven terug kunnen hervatten. Ik denk dat dat eigenlijk de schoonste wens is die ik elke Vlaming kan doen voor volgend jaar. En u zegt mensen vastpakken. U zal ook iemand extra vastpakken volgend jaar, want u wordt voor de eerste keer moeder dan. Hè? Dat klopt. Ik zeg het. Het was het meest bizarre jaar uit mijn hele leven. Corona weegt voor iedereen zwaar, maar ik zeg het ook ik persoonlijk. Ik vind dat echt moeilijk. Alleen thuis zitten, mijn vrienden niet zien.
Maar bon, daarnaast is er dus ook echt iets heel mooi gebeurd. Inderdaad, eerste keer moeder worden. Ik ben zeer benieuwd. Dus ik wens mezelf voor 2021 vooral een pijnloze bevalling en een wolk van een baby. Ja, dat wensen wij je ook toe. Het allerbeste natuurlijk. Hannelore Goeman, fractieleider SPA, Vlaams Parlement. Zeer bedankt voor dit gesprek. Heel graag gedaan.